Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het woensdag en ik vond het wel weer een mooie dag om een What I Eat in a Day op te nemen. Oftewel, ik laat je zien wat ik allemaal eet, wat ik allemaal drink. En vandaag ga ik ook een aantal dingen maken in de keuken. Dus ik neem je gewoon mee. Ik ben nu bezig met mijn ontbijtje. Dit is wat ik op dit moment graag als ontbijt eet. Super lekker. En je doet er gewoon wat plantaardige melk bij of yoghurt. En dan heb je een heel makkelijk ontbijtje. En er zitten rozijnen in, kokos, hazelnootjes en appel. En ik vind hem echt heel erg lekker. En gisteren was het dus dinsdag. En gisteren waren er ineens allemaal vegan best grote nieuwtjes. Zo kwam Albert Heijn ineens met allemaal vegan producten. Onder andere vegan frikandellen, vegan cordon bleu, vegan spekjes en een vegan omelet. Nou, ik wilde gewoon het gelijk proberen. Ik ben een keer of vier naar de Albert Heijn geweest gisteren. En elke keer hadden ze het niet. Ik wilde het zo graag proberen, maar helaas. Dus ik hoop dat het me vandaag wel gaat lukken. Om vooral die frikandel ben ik heel benieuwd naar. En die omelet, daar ben ik heel benieuwd naar. En de cordon bleu. Dus ik hoop dat ik in ieder geval die kan vinden ergens bij een Albert Heijn. Gisteren kwam het goede nieuws dat de Burger King eindelijk de vegan Whopper verkoopt. En die wordt al langer in het buitenland verkocht. Ik heb hem eind vorig jaar zelf geproefd in België. Daar verkopen ze hem dus al langer. En nu is die er eindelijk hier. Het is dus een vegan versie van de bekende Whopper van Burger King. En dan helemaal plantaardig met een hamburger van de vegetarische slager. En vorig jaar in België moest ik hem bestellen zonder saus. Want die was niet vegan. Maar hier, wat ik heb begrepen, kun je hem gewoon bestellen met saus. Want alles is vegan. De enige discussie is nu wel van hij wordt niet apart gebakken. Dus hij wordt op dezelfde plaat bereid als de hamburgers. Ik had het zelf graag anders gezien. Maar ik vind het toch geen reden om hem niet te eten. En ik heb hem dus al gegeten vorig jaar. Maar toen wist ik dat nog niet, toen ik hem at. Daar kwam ik pas later achter. Maar ik denk dat het sowieso vaker gebeurt zonder dat je het doorhebt. En toen besefte ik me ook van, hiervoor had ik bij Burger King de Veggie King. En die is ook vast niet apart gebakken al die tijd. Dat is dus een plantaardige burger die ze al hadden. Al was het niet echt een burger, maar meer groenteschijf. En die moest je dan wel bestellen zonder saus, want die is dus niet vegan. Dus ik heb hem vorig jaar dus al geproefd en toen vond ik hem echt heel erg lekker. En ik neem aan dat het dezelfde zal zijn, alleen dan wel met een vegan saus, waar ik heel benieuwd naar ben. Dus die gaan we vanavond proeven. We gaan naar de drive-thru. Ik hoop dat ze ze dan nog hebben, want ja, het is natuurlijk super populair. Het wordt steeds bekender nu. Het nieuwtje gaat natuurlijk heel snel. Dus ik hoop dat ze ze vanavond nog hebben. Aan de andere kant, als ze uitverkocht zijn, is dat eigenlijk ook wel weer mooi. Dan is er dus heel veel vraag naar. En dat is ook eigenlijk een beetje waar ik op hoop. Dat het gewoon zo goed wordt verkocht dat het standaard in het assortiment komt. Laten we het hopen. Dus ja, dat is een beetje mijn plan voor vandaag. En tussendoor ga ik ook achter de computer het een en ander uitwerken voor wat eet je dan wel. En ben ik druk bezig. Ik heb een drukke dag. Dus ik ga mijn ontbijtje even opeten. En dan ga ik daarna naar Albert Heijn. Poging 5. Wish me luck. Yes, ik heb ze eindelijk gevonden. Helaas nog niet mini frikandellen waar ik eigenlijk op hoopte. Wel een heleboel andere dingen. En ik hoopte op de omelet. En die ga ik nu zometeen maken als lunch. Heb ik nog meer. Ik heb de cordon bleu. Spekjes. Boneless wings. Deze ga ik denk ik vanmiddag proberen. En kijken ook wat Fabienne ervan vindt. Want die is gek op kip. Very excited over deze producten. Ja, ik kon die laten. En ik heb toch twee van die boneless chicken wings gemaakt of bereid. En ik ben namelijk heel erg benieuwd wat Fabienne ervan vindt. Die is nu boven aan het werk. Ik hoop dat hij zometeen dit kan proeven, want misschien dat hij aan de telefoon zit. En ik heb een heel klein stukje van de omelet voor hem om te proeven. Dit is de omelet. Ik vind hem erg dik op het eerste gezicht. Voor dat geld hadden ze hem beter door midden kunnen doen. Dan heb je er twee. Maar ik heb hem nog niet geproefd, dus we gaan het meemaken. Ik ga nu snel, nu het nog warm is, naar boven toe. Hallo. Hey. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Wauw. Ziet er goed uit. Ik neem er ook een hoor. Maar is een stukje omelet. Oké. En een boneless chicken gebeuren. Wat zeg je nou? Je neemt er ook een? Ja. Nee, zeg het voor mij. Nee. Ik ga eerst zelf proberen. Want we allebei tegelijk. Wel met saus misschien. Ik wil meer zonder. Oh, zonder. Oké. Lijkt het op kip? Nee. Nee? Maar het is wel heel erg lekker. Ja, hè? Sappig. En krokant. Het is wel lekker. S'avonds lekker. Netflix. Ja.
Maar het lijkt dus niet op kip. Chicken bones. Dat is heel erg in de bus. Ja? Mm-hmm. Nou, dat is dus omelet. Ja, tofu omelet. Ik ben heel benieuwd naar. Wat? Ja? Ik heb hem nog niet geprobeerd. Is die echt goed? Wauw. Als je het niet weet, zou je dan denken dat het omelet is? Echt blindfolded gewoon. Ja. Ja, dan zou ik echt denken, dat is omelet. Echt waar? Ja. Bizar. Ga die erin zitten. Het is, ja. Oh wauw, het is echt heel lekker. Ik wil er nog een, maar dan een boterham. Zo'n witte boterham. Nou, die heb ik. Die kom ik zo boterham brengen. Wauw, dat is echt lekker man. Die kom ik zo brengen dan. Dat je daar niet meer van kunnen brengen. Oké, lekker man. Oké. Okay. Nou, dit is hem dan. De omelet op brood, zoals ik het vroeger graag at. Op een witte tijgerboterham. Meestal is witbrood niet vegan, maar als je bij de Albert Heijn op de bakkerij of de een het zeg maar vers afgebakken tijgerbrood koopt, die is vegan. En ik heb er wat plantaardige margarine op gedaan en een klein beetje vegan mayonaise. Ik ben echt super benieuwd, want hij ruikt echt naar ei. Ik vind hem, zoals ik net al zei, wel een beetje aan de dikke kant. Maar we gaan het zien. Daar gaat hij. Zo benieuwd. Wauw. Oh. Wauw, wat bizar. Oh my god. Ik had hem liever dunner gezien, zoals ik al zei. Dunne omelet, dit is echt zo'n hele dikke. En dan had je er dus ook twee gehad voor 2,50. Dus misschien kun je ze wel door de midden zo midden snijden. Dat je er dan twee hebt. Dat ga ik de volgende keer wel proberen. Ik wil er nog één. Ik zou er zo nog één op kunnen. Echt waar, wauw. Nou ga ik straks alleen nog één keer terug naar Albert Heijn. In de hoop dat ik dan die mini frikandelletjes kan kopen. Want daar ben ik ook echt heel benieuwd naar. We vonden dus die boneless chicken wings ook heel lekker. Ik heb dat nooit gegeten. Ik werd dus op mijn 10e vegetariër. Dus toen had je dat volgens mij nog niet. En wij aten dat thuis gewoon niet. Chicken wings of zo. Ik heb dat nooit gegeten. Niet dat gepaneerde en wat ze nu allemaal hebben bij de KFC en zo. Dat heb ik gewoon nooit gegeten. Dus ik kan het niet vergelijken. Maar ik vond het wel heel lekker. Als snack inderdaad. Op de bank. Met Netflix. Ja, mooie producten zijn erbij gekomen tot nu toe wat ik heb geprobeerd. Nou, ik ga de keuken in. Want het is tijd om bananenbrood te bakken dus. En die puddingjes. Here we go. Ik ga nu griesmeel pudding maken. Oftewel echt van die Mona puddingjes van vroeger. Daarvoor heb ik van die mooie vormpjes gekocht bij Senos. Echt heel cute. En ik gebruik deze. Je kunt gewoon ieder merk griesmeel gebruiken. Dit is gewoon 100% griesmeel. En dan moet je zelf toevoegen 1 liter melk, 1 zakje vanillesuiker en 75 gram suiker. Maar ik ga dat anders doen, want ik heb ook geen vanillesuiker. Maar het leek me sowieso wat makkelijker door gewoon Alpro vanille drank te doen. En daar gaat dan bij 75 gram suiker en natuurlijk de griesmeel. En ik ga beginnen door dit hele pak in de pan te schenken. En dit breng ik aan de kook. Oké, en zodra het begint te koken gaat de griesmeel erbij en de suiker. Dan breng je het opnieuw aan de kook en dan laat je het ongeveer een minuut of 3 doorkoken. En wel goed roeren, zodat er geen klontjes ontstaan. Nou, dit is nu een dikke pap geworden. Ik laat dit heel even staan. Dan is het nu tijd om de rode bessensaus te maken. En daarvoor heb ik nodig rode bessen. Ik had deze nog in de vriezer liggen. Suiker en maïzena. En ik ga beginnen door de rode bessen in een stilpan te doen. Daar gaat de suiker bij. En dan doe ik er een klein scheutje water bij. En dan roer ik dit goed door. En dan laat ik het zachtjes koken tot de bessen een beetje uit elkaar beginnen te vallen. Nou, de bessen hebben ongeveer 5 minuten gekookt. Dus ze zijn echt uit elkaar gevallen. En dan is het tijd om de maïzena erbij te doen. Ik heb een papje gemaakt van maïzena en water. En dat gaat erbij. En dat zorgt dat de saus bindt. En dat roer je er goed doorheen. En dan heb ik hier een kom en een zeef. En dan ga ik voorzichtig de rode bessen zeven. En dan zoveel mogelijk sap door de zeef te duwen. En dit hou je dan over. En dit kan je eventueel gebruiken in smoothies of door baksels. En dit is dan de rode bessensaus. En die laat ik even afkoelen, want hij is echt gloeiend heet. Oké, zo ziet de pudding er nu uit. De griesmeelpudding. Het is echt nog wel heel erg heet, maar het kan al in de vormpjes. Die vormpjes spoel je even om met koud water. En dan vul je ze met de pudding. En dan laat ik ze heel eventjes afkoelen en dan gaan de dekseltjes erop. De rode bessensaus is helemaal afgekoeld. Dus die ga ik nu in een potje doen. Gewoon een leeg conservepotje.
En dit kun je afgesloten in je koelkast bewaren. En dit gaat straks dus over de puddingjes heen. En dan ga ik nu even mijn favoriete bananenbroden maken. Het is zo handig, zo'n eigen foodblog. Dan kan ik nog eens af en toe een recept terugvinden. Dit heerlijke bananenbrood wil ik sowieso gaan maken. Dit staat al jaren op de website. Het is echt een favoriet. Maar ik wil er een twist aan geven. Want ik heb nog behoorlijk wat pumpkin spice. En het lijkt me zo lekker om dit nou echt zo'n pumpkin spice touch te geven. Dus ik ga het recept aanhouden, maar ik ga er flink wat pumpkin spice erheen doen. En uiteraard zal ik het recept hieronder linken en de exacte hoeveelheden en zo. En ik begin met bloem, 180 gram. En daar gaat dan in het recept wat op wat eet je dan wel staat, 1/2 teaspoon kaneel bij. Maar ik heb nu 2 flinke teaspoons met pumpkin spice gedaan, omdat ik het echt wil dat het er lekker ruikt. Ik hoop niet dat het te veel is, maar ik denk dat het wel goed is. Oké, en er gaat dan baking soda bij. En er gaat bakpoeder bij. En je kunt in de supermarkt van die zakjes met bakpoeder kopen. Maar ik koop liever 1 keer in de zoveel tijd bij de toko zo'n blik. Deze heb ik bij Amazing Oriental gekocht. En nou, die doe ik echt wel, nou, misschien zelfs wel 1 jaar mee. En ik zal hieronder het artikel linken waarin ik er meer over heb geschreven. Zoals de verkrijgbaarheid en prijs en dergelijke. En dan gaat er dus nog bakpoeder bij. En dit zijn de droge ingrediënten. En die ga ik goed met elkaar mengen. En dan heb ik hier een andere kom voor de natte ingrediënten. En ik begin met de bananen. Ik had 3 hele rijpe bananen. En die heb ik helemaal fijn geprakt. Hoe rijper de banaan, hoe zoeter het resultaat. En er gaat 75 ml olijfolie bij. En 75 ml kokosmelk. Alleen had ik dat niet in huis, dus ik heb nu gewoon havermelk. Dat gaat ook prima. En dan gaat er 100 gram rietsuiker bij. En 1 teaspoon citroensap. En daarvoor gebruik ik gewoon zo'n bolletje met geconcentreerd citroensap. En er gaat 1 teaspoon van bij. En dat meng je goed door. Ik doe het gewoon even met een vork. En dan gaat het natte mengsel gaat bij het droge mengsel. En dat ziet er niet heel smakelijk uit, maar geloof me, het wordt echt heel erg lekker. En dat meng je dan goed door. En intussen heb ik trouwens de oven voorverwarmd op 175 graden. Ik ga nu even verder met de spatel, want dat gaat gewoon wat makkelijker. En dan heb ik hier een handje met walnoot. En die ben ik al in kleine stukjes aan het breken. Want je kunt ze ook fijn hakken, maar ja, voor zo'n kleine hoeveelheid breek ik ze gewoon in kleine stukjes met mijn vingers. En dan heb ik hier een cakevorm. En een bakvorm, die ga ik heel licht invetten met wat kokosolie. Want dan blijft het bakpapier namelijk zitten. En dan stort ik het beslag in het bakblik. En dan is zo'n spatel echt ideaal om alles eruit te krijgen. En dan met een spatel ga ik het even zo glad strijken. En dan doe ik er nog echt een heel klein beetje als pumpkin spice overheen. Zo. Echt heel lichtjes. Voor die extra pumpkin spice kick gewoon. Ik knip nog wel even het overtollige aan bakpapier af. Want dat kan verbranden in de oven. Dit gaat nu 60 tot 70 minuten in de voorverwarmde oven van 175 graden. Nou, de puddingjes hebben een paar uur in de koelkast gestaan en zijn helemaal stijf. Dus ik ga er nu eentje op een schoteltje doen. Dan leg je hem zo neer. En deze hebben dus bovenop een soort dekseltje wat je eraf kan trekken. En dat is ideaal. Want dan kun je het er zo in 1 keer... Kijk. En dat ziet er dan zo uit. Het is echt een puddingje. En daar ga ik de zelfgemaakte rode bessensaus overheen doen. Zoveel of zo weinig als je wil. Oh, dit is dus een lekker toetje na het Burger King bezoekje. Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze burger deze keer niet zo fantastisch vond. Ik vond het op zich wel een lekker broodje, maar misschien was die verkeerd gebakken. Maar ja, het smaakt echt precies zoals de toetjes vroeger van Mona. Die zijn nog steeds te koop, maar die zijn natuurlijk niet vegan. Maar nu heb je gewoon een plantaardige versie die minstens zo lekker is. Ik zal het recept hieronder linken. En het is trouwens niet meer gelukt om hiermee aan de slag te gaan vandaag. De tijd ging zo snel.
Maar het is wel gelukt om dit heerlijke bananenbrood te maken. Want ik had nog wat bananen dus liggen die eigenlijk heel erg op moesten. En in plaats van kaneel heb ik er pumpkin spice in gedaan. Het hele huis ruikt echt naar herfst. En deze ga ik morgenochtend proeven. Nou, ik ga mijn toetje verder opeten en ik ga nog even een kopje thee zetten zometeen. En dan zit de dag er alweer op. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!